yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. It's a party over here. Shaking for the man of the year. Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan we met de UMP een potje Domination spelen. We moeten weer gaan proberen 3 vlaggen te gaan veroveren. Of misschien iets van 2 vlaggen. We moeten sowieso winnen. Met de UMP op de map Genesis. Het is natuurlijk chill dat we de map Genesis hebben. Want we spelen natuurlijk met een submachine gun. En lekker korte afstanden, daar hou ik van. Het lijkt net of het een andere spawn in één keer is geworden. Wat de hel? Alsof we een andere spawn kregen met Domination. Dat was heel vreemd. Fucking hell. Hij zit achter me. Er zaten er 2 achter me. Die ene dacht, oh, ik ga mijn teammate maar eens volgen. Want volgens mij kan hij beter spelen dan... Ik... Oh mijn god. Serieus, jongens. Het is de map Genesis. Wil je alsjeblieft wel gaan pushen? Niet het glitch, alsjeblieft. Kijk, zoals jij doet. Waarom heb ik hem niet? Ik had gisteren, jongen, had ik er ook al zo'n last van dat ik gewoon niet mijn aim erop kreeg. Oh mijn god. Waarom ga je in een hoekje zitten? Waarom? 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 Je speelt op een klein... Oh, weet je wat het is? Het ergste is, het is pas het begin van de video. Ik begin nu al salty te worden. Het is zo'n kleine map. En je gaat alsnog liggen. Wat voor speler ben je dan? Wat is er dan leuk aan Call of Duty spelen? Als je toch gaat liggen en niks gaat doen, weet je? Dan kun je net zo goed dat met je leven gaan doen. Dan het spel gaan spelen. Oh mijn god. Ik snap het niet. Ik heb een submachine gun en assault rifles die nakken mij gewoon bijna. Maar maakt niet uit. We moeten concentreren op ons doel. Dat is winnen. Ik had even een salty moment gewoon omdat het elke telkens weer is op deze map. Maakt niet uit eigenlijk welke map. Er zijn gewoon spelers die gewoon achterin blijven liggen. En ik snap het niet. Ik snap niet wat daar leuk in is. Als je skills wilt opbouwen, dan moet je erop afpushen zoals ik doe. Ik raak dan even op dit moment geen ene raid. Maar please, alsjeblieft. Ik roep alle spelers van fucking Call of Duty op. Echt, sfeer het shit. Hier, dit ook! Waarom? Waarom? Waarom doe je dat? Dat is echt, ik vind het echt belachelijk. Daardoor ga ik dus nu 11 macht. Dit is gewoon echt poep. Wat is daar leuk aan? Serieus, hij flikt het gewoon weer, hè? Wat is er leuk aan? Oké, dat maakt niet uit. Dat boeit me niet. Hij pakt de vlag. Wat is er leuk aan in een hoekje zitten? Like, oh mijn god. Oké, salty moments voorbij. Concentreren. Ik hoor iemand fucking stompen in zijn microfoon. Dit ook weer. Dit zijn nou echt... Ik moet eigenlijk gewoon een keer een video maken met typische Call of Duty spelers. En dan camper. Kijk dit! Oh. Met bijvoorbeeld campers, mensen die godverdomme geen microfoon kunnen betalen. Of gewoon vergeten zijn dat ze een microfoon in hun PlayStation hebben of zo. En die dan gaan stompen op hun fucking microfoon. Waardoor die microfoon toe gaat. Hier, hij staat er nog steeds! Oh, wat een verschrikking van Call of Duty is dit zeg. Oh mijn god. En dan pushen ze er wel uit. Oh my, echt. Weet je wat? Krijg ik pink pleuris? Ja, tuurlijk. Assist. Het zal weer eens niet. Kijk, met 10 deadweight zou ik het niet erg vinden. Maar met Domination. Oh. Jongens, echt waar. Ik krijg echt een scheidteken van dit spel. Oh mijn god. Ik heb gewoon mijn jacht arm moeten inschakelen. Dat is toch belachelijk? Teammate, hoe ga jij dood? What the fuck is... Hij zit er nog steeds, jongen. Hij zit er nog steeds. Op B. Ik spuug gewoon mijn hele scherm onder. I don't give a fuck, jongen. Echt waar. Oh, dat was een heerlijke. Let op, hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds, let op. Let op, let op. Hij zat er nog steeds, hè? Ik heb hem wel, though. Eigenlijk moeten wij even B gaan cappen. Ik ga B cappen. Hij komt er gewoon... Oh, my. Ik zweer het, die Adde met 3D's, die mag echt de vinkpleurs krijgen. Die zit er al... hij zit er al het hele potje. Oh mijn goede genade. Hoe spelen deze mensen? Die denken van, oh, laat ik maar rustig hier even in het hoekje gaan zitten. Laat ik iedereen afwachten. Echt, mensen op Domination zijn de vieze, valse, gore spelers die Call of Duty ooit heeft gehad. Echt waar. Die deathmatch spelen mensen nog gewoon. Die pushen gewoon. Oh, jongens, dit is echt
Deze ga ik niet, want ik heb hem op de planning staan als Umpy Dumpy Ump of zoiets. Oh my fucking god. Deze gaat gewoon... deze video ga ik gewoon noemen, echt waar. Gaat dood? Oh my god, en er staan drie man. En hij weer met zijn ad! Oh, Division gaat eraan ook. Nee, wacht even. Division gaat eraan. Ik ben er klaar mee. Oh nee, flik! Jongens, als jullie hem zien, jullie mogen hem echt hacken. Jullie mogen hacken, dingen doen, alles. Didelsen, weet ik veel wat. Oh, en nog wat, nog wat. Hem dus. De 95. Oh mijn god, wacht. Heb ik nog andere wapens? We pakken de HVR. Oh, wat een verschrikking is dit, zeg. Oh, maar wat erg. Die Adder 1995 kan echt pestpleurs krijgen. Echt waar. Oh, de verschrikking. Ah, ik heb nog de final kill ook. Voor de ronde. Deze video zit alleen maar vol gezeur. En vol bullshit. Het is echt ongelooflijk. Ik pak gewoon weer rustig de UMP. Want ik stresste hem even met die. Omdat ik mijn AVR pakte. Ze spannen dus hier naast ons. Wat de fuck slaat het in eerste op? En waarom? Oké, helder denken. Helder denken. Als ook gek. Echt waar? Waarom hebben wij geen homeflag? Are you fucking kidding me, teammates? Wij hebben geen homeflag. Is mijn team fucking retarded? Volgens mij is mijn team retarded. I'm not even joking. Volgens mij is mijn team retarded. Want we hebben geen homeflag. Hoe kan hij achter me zitten? Hoe kan hij achter me zitten? Nou. Nah. Hier kruipt mijn onderbroek echt van in mijn reet. Echt waar. Opbokken. 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 Gewoon weg uit mijn leven, ouwe. Gewoon weg uit mijn leven. Jij ook weg. Jij weg. Komen ze zo achter me. Toen ben ik geen reet. Counten ze gewoon. Komen ze hier naartoe. Oh, zal ik even vies gaan spelen? Ik ga even vies spelen. Is goed, ik wacht je op. Waarom als ik iemand opwacht dat er geen ene flikker komt? Oh, en nu wel in één keer. Oh, flikker een partij op! Hoe dan? Wat is dat voor timing, maat? Oh, Call of Duty is echt slecht spel ooit qua timing, echt waar. Oh, wat een pop. Pleurishekel, gadverdamme. Ik wil jou uit mijn leven hebben. Wacht, ik wil even mensen uit mijn leven hebben nu. Jou wil ik uit mijn leven hebben. Dit werkt gewoon. Jou wil ik ook uit mijn leven hebben. Ik zweer, ik hoor iemand glijden. Jou wil ik uit mijn leven hebben. Laten we A-cappen, jongens. Dankjewel. Ja, wil ik heel graag uit mijn leven hebben. Count ze even. Kijk, weet je wat het is? Ik moet gewoon denken, ik wil uit, uit mijn leven hebben. Hier. En dat werkt nog ook. Jou wil ik uit leven hebben. Doorpushen, want hier komen mensen. Leven. Warden. Ik moet dat eigenlijk gewoon denken, man. Gewoon mensen uit mijn leven. Oké, ik ben nu dood, maar het maakt niet uit. Ik heb die Warden. Ik ga 51, 26 in één keer. Ik weet ook niet hoe. Ze gaan sowieso een A toe proberen te gaan. Dus ik pak dat wel. Zie ik? Maar in. Tuurlijk. Echt waar. Call of Duty? Fucking hell. Goed doordacht. Oh, wat een verschrikking. Oké, ik moet gewoon weer aan mijn leven denken. Oh, tuurlijk. Roep je scoortje in, joh. Ze komen ook. Die flikkers komen ook gewoon niet uit dat klote huisje omdat mijn warm erin zat, hè? Oh, wacht even. Ik wil iedereen even uit mijn leven hebben. Jou. Jou. Jullie eigenlijk alle drie daar, maar het ging niet, want er kwam zo'n kutspinnetje achter me aan. What the fuck dat ook is. Oh, ik wil jou zo hard uit mijn leven hebben. Al helemaal omdat je nu reactor armor aan hebt. Dankjewel. Verdwijn uit mijn leven, alsjeblieft. Oh, verdwijn. Verdwijn, jij viesvuil varken!
Zo. Uit mijn leven. Uit mijn leven. Uit mijn leven. Ik ga het gewoon zo doen. Uit mijn leven. Uit mijn leven. Oh, fokken. Wacht, ik moet zien doodgaan. Hoe dan? Uit mijn leven. Puur alleen ook omdat je slecht bent. Oh, wat? Wacht. Ach, hoe in één keer? Jongens! Hoe in één keer? Dat ga ik me afvragen. Hoe dan? Ik loop de verdomme net weg. Echt schrikkelijk. Ik zei toch uit mijn leven. Uit mijn leven. Zo ga ik de video noemen. Uit mijn leven. Met de UMP. Gewoon zo van. Uit mijn leven. Fiet de UMP. Alsof ik een collab doe met een UMP. Oh mijn. Krankenhaus kutduitser. Hé hé. Alsof ik Tourette heb. Bijvoorbeeld. Let op, draait zich om. Nee, wat ga je in de flikker kijken op z'n UMP? Oh my. Hoe kun jij niet dood zijn? Ik moet weer uit mijn leven denken. Vanaf nu. Potje zit er toch al bijna voorbij, maar kom op man. Wat een verschrikking. Wat een verschrikking. Ja, dat ga ik niet eens proberen. Uit mijn leven. Ik zweer, dat... Oh, die adder. Echt, oh, ik hoop echt dat hij sterft. Oh. Maar we hebben wel gewonnen, daar gaat het om. We hebben gewonnen, jongens. Dat is positief. Leuk. Matty, ik hoor jou lopen. Denk maar niet dat ik dom ben of zo. Oh, tuurlijk, joh. Free Fire, lekker. Maakt niet uit. We hebben gewonnen. Daar gaat het niet om. 68-36. Wat een pleur. Ik heb superveel deaths, gek. Niet normaal. Oh mijn god. Kijk ook dit. Oh, teammate. Wat een verschrikking. Dit was echt een video met ups en downs. Echt. Geloof me. Mijn hoofd doet gewoon pijn. Maar we hebben wel gewonnen. Ik weet het niet meer, man. Ik ga lekker weer gewoon denk ik terug naar de Team Deathmatch. Want Domination en Hardpoint heb ik ook geprobeerd. En Kill Confirmed shit heb ik allemaal geprobeerd voor deze video. Er zitten de grootste mogolen op. En op Team Deathmatch vind ik het niet de grootste mogolen. Maar ja, we hebben wel gewonnen, dus daar gaat het om. Dus mocht u deze video leuk hebben gevonden, laat even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check terug mijn kanaal uit voor meer van deze video's. Abonneer ook mijn kanaal. Wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jou weer terug. Mijn gloednieuwe, hopelijk normale video. Later, jongens.